En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex. De enige echte. Ik zal eventjes een update doen van het afgelopen weekend. De day after de Efteling. In ieder geval het weekend after de Efteling. Laat ik het zo zeggen. Zaterdag en zondag ben ik eigenlijk de hele week bezig geweest met het bewerken van de video. Helemaal geen probleem, helemaal niks. Totdat ik hem ging uploaden. Uploaden was 2,5 uur. Dat was de tijd om de gehele vlog van de Efteling op YouTube te krijgen. Het was 2,5 uur. En de Efteling heeft nogal een zeurderig toontje op YouTube. De Efteling blokkeert dingen van YouTube in verband met copyright van muziek. Het is zo dat mijn video na die 2,5 uur klaar was en ik heb hem geüpload. En toen werd hij afgekeurd, geblokkeerd in alle landen. Dat betekent dus dat niemand die video kon zien. Dus ik heb hem ook weer gelijk verwijderd. Ik heb de vlog daardoor moeten inkrimpen. Er zijn dus nog een paar extra minuten verloren gegaan. Nou was dat niet echt een probleem. Want film die was lang zat. De vlog was lang zat. Ik heb genoeg kunnen filmen. Dus dat was niet echt een probleem. Maar het is echt triest voor woorden dat de Efteling copyright onnodig claimt. Dat ze de muziek willen beschermen, dat snap ik. Maar er staan heel veel carnavalfestival vanaf het begin tot het einde staat op YouTube. Ik heb in die vlog, zoals jullie hebben kunnen zien en kunnen rekenen, heb ik twee keer in de carnavalfestival gezeten. Het eerste stuk wat ik opgenomen heb voor carnavalfestival, dat was geheel. Dat betekent dus dat ik de rit vanaf het begin tot het einde heb gefilmd. Daar deed YouTube niet moeilijk over. Toen ben ik daarna nog een tweede keer later in de vlog de carnavalfestival in geweest. En daar hebben ze het stukje, als je naar Japan gaat, hebben ze geblokkeerd. Nou, dat vind ik ontiegelijk, ontzettend raar vind ik dat. Ontzettend raar, omdat het eerste deel was van het begin tot het einde. En dat was gewoon helemaal goed. Heeft geen gedonder opgeleverd, geen copyclaims, terwijl het dezelfde rit was. En hetzelfde rondje was. En ook dezelfde muziek op dezelfde tijdstip werd gedraaid. En dan heb je nog het stuk van Aquanura. Dat geeft ook altijd een claim. Nou, ik ben een non-profit YouTuber. Ik verdien geen geld aan mijn vlogs. Dus wat dat betreft, maakt het mij niet uit dat ze een claim indienen. Die claim is ook niet zo heel erg groot. Je krijgt alleen wat reclame te zien. Nou, inkomsten heb ik toch niet, dus dat is ook niet echt een probleem. Maar het stuk van de Carnival Festival, dat was dus wel een probleem. En dat is dus geblokkeerd in alle landen. Als je toevallig net pech hebt, de ene keer heb je geluk, film je de Carnival Festival helemaal. En dan mag het er helemaal op. En in een fout... op een fout moment dan film je de Carnival Festival en dan krijg je ineens een blokkade en is heel je vlog onzichtbaar, geblokkeerd in alle landen, dus kortom, niemand kan dan je filmpje op YouTube bekijken. Schandalig. Efteling, schaam je eigen, doe er eens wat aan, want het is gewoon ronduit schandalig. Dan wou ik het nog eventjes hebben over, het is eigenlijk een punt, het wordt al heel vaak gezegd, negatievelingen, zuigers, mensen die niks anders in hun leven te doen hebben
dan op YouTube te zitten om mensen te disliken. Die moet je eigenlijk geen aandacht geven. Je moet ze geen podium geven, maar toch ga ik dat even doen. Er zijn nogal mensen bij die de laatste tijd het leuk vinden om mijn video's te disliken. Ik heb minimaal 3, 4 en af en toe wel eens 5 dislikes heb ik. Ja, erg triest. In ieder geval ronduit raar dat je een video dislikes. Want je kijkt dus wel elke keer kijk je op mijn kanaal. Want ik ga er even van uit dat het elke keer hetzelfde persoon is die naar mijn video's kijkt. Ik weet niet precies wie het is. En het doet me er ook niet toe. En misschien weet ik het ook wel. Maar het doet er niet toe wie het is. Maar je kijkt de hele tijd, kijk dat persoon naar mijn YouTube filmpjes. En dan gaan ze video disliken. Disliken, dat is negatieve aandacht zoeken. Je kijkt mijn filmpje toch. Dus je vindt mijn kanaal wel interessant. Want als je mijn kanaal niet interessant vindt, of je vindt mijn kop niet interessant, of je vindt hetgene wat ik te melden heb, of je vindt mijn vlogs vind je niet interessant, dan je hoeft helemaal niet te disliken. Je kan gewoon ook wegklikken en denken van joh, ik kijk niet naar jouw video's, bekijk het maar lekker. Ik heb geen zin in jouw video's. Je kop staat me niet aan. Ik vind je video's niet interessant. Ik vind je vlogs vind ik niet leuk. Kan altijd. Maar om dan echt elke keer al mijn video's te bekijken. En alleen maar naar mijn YouTube kanaal gaan om dat duimpje naar beneden in te klikken. Echt te triest voor woorden. Dan ben je toch wel een zielig laag persoon ben je dan. Als je dan alleen maar naar mijn YouTube kanaal komt om mijn video te disliken. Het is echt gewoon te raar voor woorden ben je dan. Dan moet je toch echt eens even professionele hulp gaan zoeken. En ik heb ze helaas ook. Ik heb het zelfs al 1 keer meegemaakt. Dat ik een video had die nog ineens gepubliceerd was. En alvast in mijn playlist stond. Hij was nog bezig met uploaden. En toen had ik al 5 dislikes. Zonder dat de video online was. De video was nog bezig, maar ik had al gelijk 5 dislikes te pakken. Nou echt, dan ben je echt een ontzettende stoere, nog ineens stoer. Dan ben je echt een ontzettend zielig en laag persoon om dan mijn video's te gaan disliken. Echt te triest voor woorden. Schaam je eigen als je dat doet. Ik dislike nooit video's. Ik heb echt een hekel aan dislikers. Dus ik dislike ook geen video's van anderen. Omdat ik weet dat het gewoon niet leuk is om een dislike te krijgen op jouw video's. Maar er zijn ook altijd nog mensen, figuren op YouTube. Kijkers op YouTube die het leuk vinden om te disliken. Video's een duimpje naar beneden te geven van joh, met andere woorden van joh, stop ermee. Nou, jullie kunnen me 100 dislikes geven, jullie kunnen me 200 dislikes geven, 300 dislikes. Ik ga gewoon door en ik stop niet met mijn video's. Dat wou ik in ieder geval even kwijt, wou ik dat. Ik zal nooit stoppen vanwege dislikes, dus jullie kunnen door blijven gaan. Jullie kunnen 6 jaar doorgaan met dislikes geven. Maar ik ga toch niet stoppen voor jullie. Want ik blijf gewoon doorgaan met filmpjes maken. Want er zijn genoeg mensen die mijn filmpjes wel leuk vinden. En dat kunnen jullie ook wel zien aan de... want ik heb dan meestal heb ik wel een dislike of 3 de laatste tijd van een aantal van die personen. Maar ik heb daarentegen meestal wel 9 à 10 duimpjes omhoog. Dus ik heb genoeg mensen die mijn filmpjes wel leuk vinden. Dus doe je het alleen maar om mij weg te krijgen of zo. Dat gaat dus niet gebeuren. Want ik blijf gewoon doorgaan met video's maken. Negatieve aandacht is ook aandacht. Dus in ieder geval bedankt.
Degene die mijn video's disliken. Bedankt iedereen daarvan. Het maakt mij niet uit. Ik verdien er toch geen geld mee. En een duimpje omlaag is ook... dat iemand mijn video gekeken heeft. En het gaat mij echt niet om de likes. Het gaat mij om de kijkers. Dus in ieder geval, als je een duimpje omlaag doet, ja, toch bedankt dat je mijn filmpje helemaal gekeken hebt. Of een stuk gekeken hebt. Je hebt in ieder geval mijn video gekeken. En dat is ook aandacht. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken naar mijn video's. Ondanks dat je mijn video's zogenaamd niet leuk vindt, vind je me toch interessant. Want toch, elke keer presteer je het weer om een duimpje omlaag te doen. Nou, ik ga het zo even lekker op mijn gemakje leggen. Ik was vandaag niet zo lekker. Ik was een beetje misselijk. Eigenlijk de hele dag een beetje misselijk geweest. En ik ga het even lekker op de bank leggen. Ik heb trouwens nog wel een leuk nieuwtje, maar dat ga ik nu nog niet vertellen. Sommigen weten het al, sommigen weten het nog niet. Vrijdag ga ik naar de Efteling en ik ben vrijdag alleen in de Efteling. Joh Marco, wat ga jij nou alleen in de Efteling doen? Nou, dat kunnen jullie dus vrijdag of zaterdag zien. Het zal geen lange vlog worden, want ik ben maar heel eventjes in de Efteling. Aanstaande vrijdag, want ik ben wat dingen van plan om even wat te doen. En wat dat is, dat kunnen jullie zien in een nieuwe vlog van It's Ultrex. Want ik zal ook tussen de dingen voorbereidingen voor hetgene wat ook weer nieuw op mijn kanaal komt. Want er komt weer iets nieuws komt er op mijn kanaal. De Planet Coaster ben ik heel even mee gestopt. Het gaat nog heel eventjes de ijskast in. Ik heb nog geen uitzendingen gemaakt omdat ik wat problemen heb met de computer en de software om video's op te nemen. Dus Planet Coaster gaat zeker weten door. Duurt alleen even wat, duurt even wat langer. En zal eventjes wat meer tijd in beslag nemen. Dus of dat ik november, december gaat halen met de Planet Coaster reeks. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dus. Maar het gaat in ieder geval wel door. Maar er komt dus ook weer wat anders komt er op mijn YouTube kanaal. En wat dat is, dat vertel ik allemaal vrijdag in de Efteling. Vrijdag, dan ga ik naar de Efteling toe. En dan ga ik in de Efteling, ga ik bekendmaken wat voor nieuw iets er gaat gebeuren. Het heeft natuurlijk in ieder geval met de Efteling te maken. Anders zou ik niet naar de Efteling gaan. Dan had ik net zo goed naar het Kralingse Bos kunnen gaan. Of naar de Veluwe. Dus het heeft met de Efteling te maken. Maar wat het is, dat horen jullie allemaal nog. Tot zover even deze informatie allemaal. Ik heb verder niet veel meer te melden. Ik zou zeggen, hou in ieder geval wel het YouTube kanaal van mij in de gaten. En zeker vrijdag of zaterdag, want dan komt de vlog online. En daarin ga ik dus alles uitleggen, alles vertellen. En daar ga ik dus ook bekendmaken wat het nieuwe onderdeel wordt op mijn YouTube kanaal. Degene die op Twitter zitten, die kunnen al een klein beetje, voor mij heb ik het er al opgezet al, dus die weten het al. Kan je dus niet wachten op vrijdag of zaterdag. Ga even naar mijn Twitter account. Want in mijn Twitter-account zal ik dus veel meer vertellen dan dat ik in mijn vlogs en in mijn livestream zeg. Dus kunnen jullie niet tot donderdag, vrijdag wachten? Kijk even op mijn Twitter en daar zal ik wat meer openheid van zaken geven. Degene die dus niet op Twitter kijken, die kunnen dus aanstaande zaterdag, vrijdag of zaterdag, moet ik even kijken, een van de twee. Moeten even wachten tot vrijdag, zaterdag. En dan vertel ik wat de plannen zijn en wat ik allemaal ga doen. Want er komt dus weer wat leuks. En het is echt heel leuk, is het. Ik heb echt, wil ik mijn best daarop doen. En ik wil dat echt,
Dat wordt echt hartstikke leuk. Dus echt, jongens, het is zeker de moeite waard, is het. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En druk bij het belletje even alle notificaties aan, zodat jullie bij elke vlog en livestream een melding krijgen dat er weer wat nieuws is op mijn kanaal. Nou jongens, de groetjes allemaal van deze kant. Ik spreek jullie allemaal en ik zou zeggen nog een fijne avond verder. En ik spreek jullie, de groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe. Skabadabadoe. Oh, vergeet mijn duimpje niet omhoog te doen. Hè? Vergeet niet het duimpje op omhoog te doen. En niet op omlaag, maar omhoog. De groetjes. Bye bye. Skabadi.